In dit filmpje wil ik heel graag laten zien hoe je de neus van de schoen die we gemaakt hebben, vast gaat maken aan de slof. Je legt dus de goede kant boven, dat betekent dat het draadje aan de linkerkant zit, zeg maar. Of ja, eigenlijk aan de rechterkant. Als je zo kijkt, zit hij aan de rechterkant waar je hem gaat aanhechten. We hebben hier de markering gemaakt waar we zijn begonnen met de slof. Dus de steek die ervoor ligt, is de steek waar we gaan beginnen. En wat gaan we doen? Als eerste. Maak ik hem eventjes vast door dit steekje heen, zodat je alvast een beginnetje hebt gemaakt. Het staat niet in het patroontje, maar dan is die alvast in de goede richting. En dan is het de bedoeling dat we deze buitenste steek van de onderkant van de slof gaan vastmaken aan de buitenste steek die je aan de slof ziet. En dan trek je hem langzaam aan. Ik heb een erg lang draad, zie ik nu. En dan ga je verder haken door het buitenste steekje te pakken van de bovenkant van de slof. En de onder, aan de onderkant, dat ja, verste stukje zeg maar, daar pak je hem ook op met je naald en maak je hem vast. Het is moeilijk uit te leggen, je kan beter gewoon even kijken. Dus je legt ze op elkaar. Dit is de derde steek, pak je het onderste draadje en van de bovenste slof pak je ook de derde steek, ook het onderste draadje. Zo is denk ik het makkelijkste uit te leggen en je haalt hem er doorheen. Volgende. En hij trekt hem natuurlijk een beetje aan, want dit is natuurlijk veel groter als dat neusje wat je gemaakt hebt, maar dat is ook de bedoeling. Dus hier pak je de onderste steek van deze twee, deze en de onderste steek van de onderkant van je slof en daar haal je hem weer doorheen. Ik ga er nog eentje voor doen en dan de rest van de 22 steken gewoon afmaken en dan kom ik zometeen aan de andere kant van de slof kom ik weer terug. Dus hier pak je de onderste draad van de twee lusjes, daar pak je de onderste draad van de twee lusjes en je haalt je draadje er doorheen. En dat doe je dus bij alle 22. Zometeen moet je dus een klein beetje zo dat onderkantje erbij halen. En dan zie ik je zometeen hier terug. Tot zo. We zijn bij het einde gekomen van de slof. En ik heb hem er alvast ingestopt. Ik ben geëindigd hier aan de bovenkant, het laatste steekje. En hier, of het, uh, sorry, het onderste steekje. Doe ik dat goed? Hier heb ik hem gepakt. Maar hier pak ik hem door de hele steek heen. En hier door de hele steek heen. Om zo die zijkant netjes helemaal af te hechten want dit was de laatste steek die we hadden en ik doe hem even extra door die laatste steek heen dan doe ik hem door diezelfde steek weer terug dan haal ik hem naar de binnenkant toe op de binnenkant is het mooier wegwerken dan zie je het tenminste niet het markeerdraadje wat we hadden in die twaalfde steek mag weg. Die hebben we niet meer nodig. In principe is de slof zometeen klaar. En dan gaan we hier het draad achter de steekjes weer wegmazen. Dus zorg dat je hem voorzichtig zo achter enkele steekjes gaat pakken. Een stuk of 4, 5 steekjes. Dan haal het draadje er netjes doorheen draad, ik heb echt veel te veel genomen. <laughs> en zorg dat die netjes aansluit. Kijk. En als die goed aangesloten is, pak je hem weer naar een volgend steekje omhoog. En dan heb je hem twee keer weggewerkt. Zou je voor de zekerheid. Nu kan hij al eigenlijk niet meer weggaan en, en uh, veranderen. Hier zeg maar dat hij uitlubbert, maar voor de zekerheid omdat dit toch wel een drukpuntje is, kan je hem nog een derde richting pakken. Dus dan doe je hem onder die roze draad door. En doe je hem nog een keertje onder vier steekjes naar beneden. Dus dan heb je hem naar beneden, naar boven en nog een keer naar beneden. Dan gaat hij echt niet meer. Kan hij eigenlijk niet meer wijken zeg maar. Dus nog een keer naar beneden. En dat is hem. Je knipt hem af. En dan is er nog één stap voor de slof te gaan. Voor de slof zelf. En dat is het randje grijs, wat we nog gaan maken. Hier tussen de zevende en achtste toer aan de andere kant natuurlijk. We zaten nu aan de binnenkant, omdat we weg gingen mazen. Hier aan de buitenkant gaan we nog een grijze rand maken. Dus daar kom ik nog met een filmpje voor terug. Dus tot zo.